Ik weet wat jullie allemaal denken, maar het is niet dat. Kom op. Het is een Hogeschool van Amsterdam kanaal. Nee, nee, tuurlijk niet! Hoi en welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over mijn eerste keer. Het is school related, kan de tit. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal uit gaat komen, want ik ben een redelijk brave leerling, dus we gaan het zien. Heb je zin in deze video? Doe dan een duimpje omhoog en laten we snel gaan beginnen. Mijn eerste keer spijbelen. Volgens mij de eerste keer dat ik spijbelde was op de middelbare school. Dat was toen met gym. Toen moesten we verplicht volgens mij iets betalen om te kunnen sporten met gym. En toen dacht ik echt, what the fuck, dat wil ik helemaal niet. Ga gewoon weg. Dus toen ben ik heel rebels gewoon naar huis gegaan. De laatste 2 jaar hadden we namelijk gym. En toen, ja, ik weet wel dat ik me er best slecht over voelde. Maar ja, goed. Eerste keer eruit worden gestuurd worden. Dat weet ik nog best wel goed eigenlijk. Dat was met scheikunde ook op de middelbare school. En toen had ik mijn huiswerk niet gemaakt. En de helft van de klas had eigenlijk gewoon niet zijn huiswerk gemaakt. En toen was het echt iedereen van, oké, iedereen die zijn huiswerk niet heeft gemaakt, ga maar op de gang zitten. Dus echt, denk dat er 10 man van de 30 man in de klas bleef zitten. En toen hadden we dik feest op de gang. Maar dat kan ik me echt goed heugen. De eerste keer geen huiswerk hebben gemaakt. Maar wie doet dat nou? De eerste keer nablijven. Dat kan ik me ook nog redelijk goed herinneren. Dat was met wiskunde. Iedere keer met beta vakken. Wat is dit? Joey, come on. En ik weet niet, maar die leraar. Hallo meneer, als u dit nu ziet, waarschijnlijk niet. Best wel grappige wiskundeleraar. Maar hij, ik weet niet. Hij mocht mij altijd ook wel, maar ik deed iets of zo en ik was aan het kloten met de personen die achter me zaten. Volgens mij waren dat Justin en Wessel. Zo, hey guys, yay. En toen had ik mijn opdracht niet afgekregen en ik was continu aan het praten. En toen was het echt van, oké, Joey, jij mag nog een kwartiertje nablijven. En ik wil dat je spullen afmaakt die je deze les moest doen. En toen was ik echt zo van, En een vriendinnetje waarmee ik altijd fietste, Eveline. Wow, ik noem echt veel namen deze video. Die hoefde niet volgens mij na te blijven. Dus die ging toen speciaal op mij wachten. Dat was wel lief. De eerste keer blijven zitten. Goed, ik ben inderdaad blijven zitten. 1 keer, gelukkig maar. Dat was in HAVO 4. En dat was eigenlijk grotendeels omdat ik gewoon een beetje te weinig uitvoerde. Dus ja. Anyway, het was heel leuk, want aan het eind van het jaar wist ik al dat ik niet meer ging halen. En toen hadden we de laatste PTA-week. En dat was echt super grappig, want ik had niet geleerd voor al die toetsen. Ik dacht, I'm out. Dus ik ging echt al die toetsen super snel maken en deed gewoon een beetje voor lol, een beetje dingetjes. En iedere keer na een half uur ging ik al dat lokaal uit, als het niet eerder was. En uiteindelijk vond ik het ook helemaal niet zo erg, want ik kwam eigenlijk in een best wel hele leuke klas. En daarvoor, nou, was ook wel leuk, maar ik vond deze klas uiteindelijk wel leuker. En er bleven ook goede vrienden van mij zitten. Dus toen dacht ik ook van, dit komt wel goed. Eigenlijk vond ik het niet heel erg. Eerste keer voorkomen. Oh, dit weet ik ook nog veel te goed. Oh my god. Oké, ik ga het even uitleggen. Ik ben 12 september jarig. En ik dacht juist met 12 september, weet je wat? Ik ga niet fietsen naar school, want anders fiets ik een half uur naar school. Ik ga een keertje lekker met de trein. 7 minuutjes, super chill. Dus ik had met een vriendinnetje afgesproken op het station. En ik miste mijn trein. Waardoor we een trein later moesten pakken. Die trein die kwam een kwartier later. Waardoor we 5 minuten te laat waren op school. Waardoor we niet meer langs de lijstjes mochten. Niet meer de lokaal in. En toen moesten we de volgende dag voorkomen. Je kan je voorstellen dat ik echt zo dacht van, ja maar het is mijn verjaardag. Het was echt verschrikkelijk. Dus de volgende dag moesten wij eerder naar school. Ongeveer, wat was het? 8:15 in plaats van 8:30. Dus dat was super leuk. En toen gingen we ook nog fietsen. En het was allemaal veel te vroeg. En oh my god. Maar goed. Things happen. De eerste schooldag op de Hogeschool van Amsterdam. Zo, dat was spannend. Gelukkig was er een meisje die ik al kende. Die woont in het dorp hiernaast. En die ging dezelfde studie doen. En we kwamen ook bij elkaar in de klas. Dus dat was een soort van geruststelling. Ik weet nog wel, ik kwam echt in een leuke klas. Ik wil even props toe P1D, als ik het goed zeg. P1E. Een van de twee. Sorry guys, ik weet het niet meer. We gingen gelijk na onze eerste kennismaking met z'n allen zitten in de kantine. En vet gezellig, gewoon een beetje chit-chatten, zeg maar. Het was allemaal leuk. Het viel eigenlijk hartstikke mee. Hier ga ik overigens ook nog een video over maken hoe je het best kan voorbereiden op je eerste schooldag. Maar die komt pas wat meer in de zomer. Goed, dit was mijn storytime telling eerste keer school edition. Something like that. Heb jij nu nog examens of heb je ze eindelijk gehad en wil je nog een beetje ontstressen? Klik dan hier voor de video van vorige week van mij. En klik hiervoor nog half allemaal verschillende video's van mijn YouTube collega's. Zoals Jane dat altijd zegt volgens mij. Kun je volgende week weer zien bij een nieuwe video. Ow, ik stoot mijn neus.